De Nationale Assemblée heeft het meerjarenontwikkelingsplan MOP 2022-2026 gisteren met 32 stemmen voor goedgekeurd. 11 assembleeleden van de NDP-fractie stemden tegen, terwijl de BEP-fractie tijdens de stemming de zaal verliet. De oppositiepartijen hebben niet concreet aangegeven waarom zij tegenstemden. Aziz Kumar Gayadin, voorzitter van de commissie MOP, bedankt aan ieder die heeft meegeholpen om dit plan te bewerkstelligen. Hij noemt het plan een beleid om de verdere ontwikkeling van Suriname te bevorderen. Maar nogmaals dank aan ook onze deskundigen en ieder die heeft bijgedragen tot een beleid, waarbij een document waarbij we beleid verder kunnen uitstippelen ter verlichting van de noden in die samenleving om ontwikkeling te brengen. Voorzitter, daarvoor gaan we en daarom nogmaals gefeliciteerd de regering en het volk van Suriname. President Chandrika Prasad Santokhi sprak zijn dank uit aan het college en haalde aan dat alle inzichten over het MOP, gepresenteerd door zowel de coalitie als de oppositie, ter harte worden genomen. Ook daar waar er aanpassingen moeten komen, zullen die worden doorgevoerd en zal er een aangepast plan worden opgestuurd naar het parlement. Wij zijn heel serieus als het gaat om hebben van die beleidsdocumenten om de juiste richting te kunnen geven, meneer voorzitter. En dit hebben we allemaal in een korte tijdsperiode met Surinamers gedaan. Ontwikkelen van ons herstelplan, ontwikkelen van ons jaarplan, ontwikkelen van ons MOP. En straks 22 december staat op agenda, namelijk de Extended Fund Facility van het IMF, waar Surinaamse deskundigen allemaal bij betrokken zijn, meneer voorzitter. Herschikken van de schuld, Surinaamse deskundigen, waar we een buitenlands bureau hebben ingehuurd, om te komen tot goede herschikking. Dat geeft al aan dat we in staat zijn en dat we dit nu moeten gaan verruimen met meer kader, meer betrokkenheid. En ik zal als president ervoor waken dat inderdaad die betrokkenheid komt van ieder, meneer voorzitter, wat we ieder nodig om dit plan te gaan uitvoeren. De president sprak gisteren in de Nationale Assemblée. De uitvoering van het meerjarenontwikkelingsplan 2022-2026 moet handvaten bieden om structurele problemen zoals werkgelegenheid, woningnood, illegaliteit, milieuproblematiek, ongebreidelde verkaveling, een inefficiënte en ineffectieve overheid en onderbenutting van potentieel aan te pakken. Het plan is nodig gezien de huidige financieel-economische crisis, de COVID-19-pandemie en de reeds merkbare effecten van klimaatverandering.